Zo, dit is Simbi. Simbi is een platform waarbij je diensten tegen elkaar kan uitwisselen. En je kunt daar wat Simbi's mee verdienen. En nou, je kunt soms dienst voor dienst uitruilen. Anders kun je zelfs de Simbi-credits gebruiken. En ja, waar het op is gestoeld is als jij iets kan aanbieden, want iedereen kan iets aanbieden, kun je naar die community request gaan en dan kun je, ja, als je dat kunt doen, dan kun je op die manier kun je Simbi's aanbieden. Nou, ik merkte dat er ontzettend veel community requests zijn op Simbi. We hebben in totaal wel iets van 2400. En ik dacht van, oef, dat is veel te veel. Het zou mooi zijn als die gewoon allemaal vervuld gaan worden. Hè? Dat er een match ontstaat. Want ja, als je erachter komt dat een platform zoals dit werkt en dat je dingen afkrijgt, of dat je verzoeken worden vervuld, dan kom je natuurlijk terug naar het platform om meer te halen. Zo zou het moeten. Nou, ik heb echt een tijd geleden, schijnbaar is het dus al 19 juli, dus het is nu al vijf maanden geleden, had ik een freelancer ingehuurd om 20 deals te maken om kandidaten te vinden en om daar uit te reiken. Nou, uiteindelijk is dat gelukt, maar als je ziet hoeveel, om te beginnen op het platform, hoeveel partijen we hebben uitgereikt. En nou, dit is de lijst van mensen waar uitgereikt die gewoon überhaupt niet hebben gereageerd. Het zijn er best wel wat. En dan uiteindelijk kom je hieruit bij verloren. En dan zie je hier die twee staan. Nou, dat gebeurt nadat het automatisch niet reageren, dan komen ze op verlies te staan. En je ziet dus hier best wel een aantal mensen die niet op het eerste bericht reageren. Sommigen wel, maar veel ook niet. Die hebben op zijn minst eerst een herinnering nodig en soms zelfs twee herinneringen voordat er pas wordt gereageerd. Wat dit aantoont is dat het platform veel last heeft van inactieve gebruikers. Dit is overigens niet een probleem dat alleen bij Simbi speelt. Heel veel platformen hebben dit probleem. Maar het is vervelend bij actieve platforms zoals dit, die iets actiefs of interactiefs aanbieden. Zo moet ik het zeggen, bij interactieve platformen doet het gewoon extra pijn. Want je stopt er moeite in om uit te reiken en je hoort er nooit wat van terug. Nou, dat geldt ook dus niet alleen voor de mensen die waar het verzoek hebben uitgevuld, maar ook voor de kandidaten waar we hebben uitgereikt. Zie je hier dat uiteindelijk bij sommigen hebben we soms wel twee reminders moeten sturen en daarna waren ze automatisch af, voordat je pas kunnen vinden. Soms hadden we ook wat mazzel schijnbaar. Op een of andere manier stond hier niks bij. Ik weet niet hoe dat komt. Maar al met al ging het echt niet zo makkelijk en vanzelf. En heeft echt veel tijd gekost. Wat ik eigenlijk zou willen zien is dat op Simbi en eigenlijk ook op andere platformen zaken worden gedaan die inactiviteit wegfilteren uit het overzicht en tegelijkertijd actieve mensen of belonen voor actieve mensen. Op een of andere manier in de vorm van, laat zeggen met Simbi, dat als je hebt uitgereikt en je krijgt geen reactie terug of wat dan ook, dat je daar dan toch een paar Simbi credits voor krijgt of verdient. Omdat je bijdraagt aan het aan het actief houden van Simbi. Hè?
Aan de ene kant wil je actievelingen belonen. En aan de andere kant wil je inactieven nou, niet per se straffen. Maar je wilt dat ontmoedigen. En ik weet natuurlijk niet helemaal wat het antwoord hierop is. Maar ja, het is wel iets waar ik flink tegenaan loop. En waarom ik niet ten volste gebruik kan maken van Symbian. Dat vind ik gewoon heel jammer. Want ik ben helemaal voor. Ik geloof er absoluut in dat Symbi een platform kan zijn, een internationaal platform kan zijn, voor het uitwisselen van diensten naar elkaar. Zeker in deze tijd waarop geld niet voor iedereen toegankelijk en beschikbaar is, maar iedereen heeft wel iets waar die goed in is. En als je dan de diensten tegen elkaar kan uitwisselen en je hebt dan een robuust platform zoals Symbi die dat faciliteert en mogelijk maakt, dan denk ik dat je daar een heleboel mensen mee gelukkig maakt. En dan is het gewoon echt super jammer als je dat mist. Hè? Als je het misloopt. Dus ja, daarom zeg ik het wel. Het is een van de dingen waar ik gewoon tegenaan loop. Echt een heel groot probleem als wat met de andere onderwerpen die ik in de afspeellijst heb staan, is het misschien ook niet echt. Maar ja, het doet toch wel gewoon pijn. En het is toch wel hinderlijk. Goed, het was iets wat al heel lange tijd in mijn hoofd zat en wat ik nu eindelijk de kans krijg om eruit te brengen. En nu is mijn hoofd gewoon cool op dat punt. En dan kunnen we gewoon verder en weet de wereld er gewoon vanaf dat dit dat dit gewoon iets is wat in mijn hoofd is en wat tot op heden niet opgelost is in mijn optiek.